Archeologie staat niet stil. De eerste archeologen waren avonturiers, op zoek naar goud en mummies. Vandaag brengen we alles nauwgezet in kaart. Er wordt gegraven met vragen in het achterhoofd als waar, wanneer en waarom is landbouw ontstaan en hoe hebben de eerste staten zich ontwikkeld. Archeologie is een wetenschappelijke discipline geworden. Er is soms discussie, oneenigheid over de juiste methode. Zo zijn er procedures, postprocessuele, cognitieve of experimentele archeologen. Deze laatste gaan helemaal op in hun vak. Door te leven als holbewoners of Romeinen, hopen ze de overblijfselen die ze vinden beter te begrijpen. Ethno-archeologen bezoeken Eskimo's, aboriginals en bosjesmannen. Hun collega's zijn het hier niet mee eens. Zij vinden de vergelijking gevaarlijk, te dromerig. Wat vind jij? Vanavond worden jullie ingewijd in de wereld van de archeologie. Er is heel wat te beleven. Bereid je voor op woestijnen, bergen en eilanden op de Stille Oceaan. Volg de pijlen. 15 archeologische teams nemen je mee naar Paaseiland, Stonehenge, Nazca, Antwerpen, Scarabrai, Xi'an en nog veel meer. Je kan speerpunten en grotschilderingen maken, kippenbouten mumificeren, beelden aanbieden of een villa bezoeken in Pompeii aan de vooravond van de uitbarsting van Vesuvius. Wees vooral kritisch en stel veel vragen. Hoe gaan archeologen te werk? Hoe weet je wat de functie van een voorwerp geweest is? Wat blijft er van je eigen leven over? Wat zullen archeologen vinden over 5000 jaar? Hoe zal ons museum eruit zien? We wensen je een boeiende en spannende avond toe. Leerlingen en leerkrachten 16 maanden wetenschappen.